Paragraaf 3.3 over de verlichting. Uh, vorige paragraaf hebben we het gehad over um, de, het Ancien Regime. Over hoe Frankrijk bestuurd werd voordat de Franse Revolutie begon. En um, wat voor ja, kritiek er eigenlijk was op de middeleeuwse Nou, Waar die kritiek vandaan, kritiek vandaan komt, dat gaan we deze paragraaf behandelen. Deze gaat namelijk over de verlichting. Over ideeën die mensen krijgen over hoe de samenleving opgebouwd moet worden. En... Um, wat er moet, zou moeten gaan veranderen. En voor deze paragraaf twee lesdoelen. Jullie kunnen uitleggen wat de verlichting was. En jullie kunnen de standpunten van de volgende filosoof uitleggen. Die van John Locke, die van Jean-Jacques Rousseau en die van Charles de Montesquieu. En ik ga je alvast waarschuwen. Charles de Montesquieu is de moeilijkste naam van al deze drie, maar zijn ideeën zijn ook het moeilijkst. Dus past wel bij hem. Nou, de 17e eeuw komt er een nieuwe denkwijze. Nieuwe manier waarop mensen de wereld benaderen. En um, wat zij gaan zeggen is dat niet het geloof, niet de Bijbel, um, de basis voor alle kennis moet zijn. Maar dat het experimenteren juist de basis voor alle kennis moet zijn. Zij gaan dingen onderzoeken, zij gaan nadenken, kan dit wel kloppen? Vroeger gebeurde er iets, dan zeiden mensen, in de middeleeuwen dan tenminste, zeiden mensen, nou ik zal eens even de Bijbel kijken, kijken of ik de Bijbel kan gebruiken om dit uit te leggen. Nu gaan mensen nadenken, kijk, ik zie hier uh, iets vallen, um, wat zou hier achter kunnen zitten? En dan gaan ze dingen onderzoeken. Rond deze tijd komt bijvoorbeeld Sir Isaac Newton ook op, die man die onder een boom ging liggen en een appel op zijn kop kreeg. En toen ging hij nadenken en toen dacht hij, oh ja, zo, dit is uh, hoe de wereld, uh, dit is zwaartekracht. Dit is de reden dat die appel naar beneden valt. En hij had dat ook kunnen gaan doen door te zeggen, eens kijken wat de Bijbel zegt. Maar goed, hij ging onderzoeken en dat past bij de uh, verlichting. Mensen gaan niet alleen dingen experimenteren, ze gaan ook nadenken over bepaalde dingen. Over bijvoorbeeld, hoe moet een land bestuurd worden? Uh, wat vinden we met z'n allen van dit? Wat vinden we met z'n allen van dat? En dan komen ze bij elkaar en dan gaan ze filosoferen en nadenken over hoe uh, zij vinden dat <coughs> het land het beste bestuurd moet worden. Ja. Verlichtingsidealen zijn daarom ook. Um, je moet, er komt een kritiek op de houding van de kerk. Er komt de kritiek op wat de kerk eigenlijk altijd heeft gezegd: van dit moet je doen. Uh, mensen die zijn gelijk geboren. Dat idee komt zelfs in de derde stand naar boven. Of in de, de eerste en tweede stand. Mensen zijn gelijk geboren. Het slaat nergens op dat iemand vanuit zijn geboorte. een hogere positie heeft dan jij of ik. En je moet aan alles gaan twijfelen. Je moet alles gaan onderzoeken. Het is niet de bedoeling om zomaar te accepteren wat er gezegd wordt. Je moet gaan onderzoeken. En je moet ook wel goed onderzoek doen. En niet klakkeloos aannemen wat er gezegd wordt. En dat is eigenlijk wat de verlichtingsidealen zijn. Alles onderzoeken, uh, iedereen is gelijk geboren en je moet kritiek hebben. Uh, eigenlijk hebben mensen kritiek op de houding van de kerk. En drie belangrijke filosofen die jullie moeten kennen zijn deze drie mannen. Uh, we beginnen in ieder geval met de kritiek op de sam standaard samenleving. Die komt vanuit John Locke en vanuit Jean-Jacques Rousseau. Tenminste, allebei deze mannen zeggen: mensen zijn gelijk geboren. Het is niet de bedoeling dat één iemand de, de baas zou moeten zijn vanwege zijn geboorte. Um, maar omdat hij ja, die functie moet hebben. John Locke, die zegt, en dat is een beetje een, een, beetje een ingewikkelde, dus. Hou je vast. Uh, John Locke die zegt: de vorst heeft de macht vanuit het volk. Dat gaat tegen het heel, heel het absolutisme in, want het absolutisme zegt. Een vorst heeft de macht omdat hij die van God heeft gekregen. Maar nu zegt John Locke: de vorst heeft de macht, want die heeft hij gekregen vanuit het volk. Het volk heeft besloten: jij mag de koning zijn. Er is een, er is een contract getekend, als het ware, een sociaal contract getekend met deze man, met, het volk, met de koning, sorry. En dat contract zegt: um, wij geven vanuit het volk, geven we de koning het recht om ons te besturen zoals hij ziet dat het het beste kan. Maar dat betekent. Daar staat er wel tegenover dat hij ons goed moet uh, besturen. Als de koning dan slecht gaat besturen of ons gaat uitdrukken, dan, hebben we, dan nou, doet hij aan contractbreuk. Want we hebben met hem afgesproken, hij zou ons goed gaan besturen. Dat doet hij niet. Nou, dan, dan nemen wij ook ons mandaat terug. Dat betekent dat deze koning niet meer de koning mag zijn en die gaan we dan afzetten. Het dus gaat twee kanten op. Wij hebben met z'n allen besloten, oké, okay, wij geven onze vrijheid af, zodat jij de koning bent. Maar jij moet dan ook wel goed kunnen besturen. En als je dat niet doet, dan nemen wij onze vrijheid weer terug en dan zetten we jou af en dan kiezen we iemand anders die het kan doen. Dus niet geheel democratisch systeem. Maar um, het belangrijkste wat je aan John Locke moet onthouden is dat hij zegt: een vorst heeft de macht omdat het volk die hem heeft gegeven, niet omdat God die heeft gegeven. Jean-Jacques Rousseau is uh, eigenlijk de simpelste van de drie mannen. Uh, hij zegt: mensen moeten zichzelf gewoon regeren. Mensen moeten aan een democratie gaan doen. Iedereen stemt. Iedereen heeft wat te zeggen over het bestuur van het land. Jean-Jacques Rousseau. Dan de moeilijkste. Charles de Montesquieu. Charles de Montesquieu zegt dat de macht in drieën moet worden verdeeld. Dat de macht bij de koning weggehaald moet worden en dat die in drie gedeelten moet opgedeeld worden. Er moet een wetgevende macht komen. Een macht die wetten maakt. En uh, een parlement die die wetten maakt. Dat is de wetgevende macht die beslist wetten. Dan is er een uitvoerende macht. Een uitvoerende macht is degene die de wetten uitvoeren, die erop uh, gaan controleren of mensen zich aan die wetten houden en die ervoor gaan zorgen dat die wetten nageleefd worden. Dan kun je denken aan de politie, dan denk je aan uh, desnoods het leger en je hebt een rechtsprekende macht. Een rechtsprekende macht dat is degene die gaat controleren uh, als jij je er niet aan de wet hebt gehouden, dan, word jij, uh, dan ga je naar de rechter en de rechter controleert wat heb jij gedaan. Um, welke straf staat erop en deze straf krijg jij dan? Het zou niet de bedoeling moeten zijn dat een uitvoerende macht die macht heeft, dat de wetgevende macht die macht heeft. Um, alleen rechters mogen beslissen wat jij fout hebt gedaan en welke straf daarop staat. Wanneer het, het gaat fout wanneer uh, deze wetten bij elkaar zitten. En dan om even een voorbeeldje te geven, laten we zeggen, er is een koning. En een koning die uh, mag een wet maken, die mag hem uitvoeren en die mag dan recht spreken. Dan kan die koning beslissen, nou ik vind dat voortaan iedereen mij pff, um, de helft van zijn loon per dag moet geven. Nou, dat, die wet die kan hij meteen uitvoeren. Hij duwt die door het parlement heen. Hij stuurt zijn eigen troepen erop uit om ervoor te zorgen dat mensen zich aan die wet houden. En als die troepen zeggen, iemand tegenkomen die zich niet aan die wet wil houden, die niet de helft van zijn loon af wil geven, dan. Uh, wordt die persoon meegenomen, die gaat naar de koning. En dan kan de koning zeggen: Oh ja, ik, ik vind dat jij je niet aan de wet houdt. Dus ik hak jouw hoofd eraf. Ik laat je hoofd eraf hakken. Want dat ga ik niet zelf doen, natuurlijk niet. Met de koning. Dit is eigenlijk wat de, um, de verschillen zijn tussen de ideeën van Charles de Montcieu. En die van het absolutisme. Absolutisme zegt: De koning heeft alle macht. Charles de Monskieu zegt nee, er moet een wetgevende macht komen. Het parlement die wetten bedenkt. Uh, de politie moet die wetten uit gaan voeren. Die moet er gaan gaan en gaan controleren dat mensen zich aan de wetten houden. En er komt een rechtsprekende macht die in de gaten gaat houden of jij aan de wet houdt. En als je dat niet doet, wat voor straf je daarvoor krijgt. Nou, vorsten die zijn het hier over het algemeen niet mee eens. Nou, ik zeg over het algemeen, die zijn het allemaal niet meer eens. Want iemand begint in één keer te twijfelen aan hun absolute macht. Dus wat deze vorsten gaan doen, zij beginnen een censuur. En een censuur, dat is eigenlijk dat je ideeën gaat onderdrukken of dingen gaat uh, censureren. Dat je het niet meer ziet. Dat is de bedoeling van een censuur. Verlichte ideeën, die worden onderdrukt. Mensen die gaan die boekjes die, die ideeën uh, verspreiden, die worden, die worden uh, uit de roulatie gehaald als het ware. Die worden gewoon... Uh, uh, afgepakt door de politie en die worden dan verbrand. Uh, drukkers, drukkerijen die verdacht worden om die boekjes te verspreiden, die worden gesloten. En als jij uh, opgepakt wordt met zo'n boekje, dan krijg je daar een straf voor. Dat zijn de censuurideeën. Maar die ideeën, die blijven nog steeds leven en die worden verspreid. In tijdschriften, in kranten die allemaal stiekem uh, worden verspreid. De, de koning heeft daar niet het zicht op dat die er zijn. En vooral in koffiehuisjes gaan mensen bij elkaar zitten en dan gaan ze praten van. Vind jij, nou het, vind jij het nou goed wat er hier gebeurt? Vind jij het goed dat er een censuur komt op de blad die wij uh, willen lezen, bijvoorbeeld? Nou, dat laatste dat vormt een publieke opinie. En de publieke opinie is eigenlijk. Makkelijk gezegd, wat denkt het volk? Wat vindt het volk? Wat wil het volk? Dat is wat de publieke opinie is. Goed. Dit waren het lesdoelen dus. Jullie kunnen nu, als het goed is, uitleggen wat de verlichting was. Eigenlijk niks anders dan een periode waarin mensen uh, gaan twijfelen aan de houden van de kerk. Waarin mensen gaan onderzoeken en experimenteren. En de standpunten van de volgende filosoof uitleggen. John Locke, die zegt: er is een sociaal contract met de vorst en de vorst. Heeft de macht gekregen vanuit het volk, niet vanuit God, Jean Jacques Rousseau zegt: iedereen moet meebeslissen. En Charles de Montesquieu die zegt er moet een wetgevende macht komen, die wetten maakt, een uitvoerende macht die controleert of mensen zich aan die wetten houden, dat is zoals de politie. En een um, welke was nou, rechtelijke maar rechtsprekende macht, dus de rechters die gaan controleren, houd jij aan, heb jij je aan de wet gehouden en krijg, wat voor straf krijg jij als je dat niet doet?